We gaan het vandaag hebben over stoofperen. Ik licht hier al even de Sint-Remy en de Gieze Wildermantel uit. Nou, uiteindelijk een hele oude Hollandse groente. Ook heel leuk om te gebruiken. Kan natuurlijk koud en kan warm geserveerd worden. Je kan ze natuurlijk vuil bestellen. Zoals je ziet hier, in grote mate van Gieze Wildermantel. En een maatje 50-60. Wil je de peer heel koken en heel serveren, natuurlijk een perfect maatje ervoor. Anders ga je natuurlijk wel meer, als je van die klantjes padjes van maakt, dan ga je wel meer afval hebben. Want ja, in verhouding is het klokhuis natuurlijk groter van in verhouding. Hier zie je Sint-Remy, een wat grotere stoofpeer. Iets goedkoper qua smaak en iets moeilijker rood te krijgen. Alleen ja, een goede chef die krijgt sowieso wel rood. Genoeg wijn erbij. Als je hier naar de gegaarde vorm kijkt, de padjes, mooi rood. Gewoon op voorraad, 2,5 kilo bakken. En we hebben ook de hele, ook een Gieze Wildermantel, mooi rood gekookt. En ja, gewoon ook met 25 in een bak, gewoon heel makkelijk te gebruiken. Ook daarin, die kun je weer koud serveren, maar je kan hem ook even opwarmen. We hebben natuurlijk ook de geschilde varianten, eigenlijk bijna de meest verkochte. Je merkt toch wel dat er in de keukens tegenwoordig een hoop handjes tekort komen. Nou, je ziet hier de padjes en je ziet hier de hele 2,5 kilo zakken. Alles op voorraad leverbaar. Heb wel erg in met de feestdagen. Vooral kerst is dat natuurlijk wel gewoon een heel populair product. Heb je heel veel nodig voor je kerstmenu? Probeer dat niet op het allerlaatste moment te bestellen. Want kunnen wij ook weer zorgen dat we genoeg voorraad hebben. Dus ik zou zeggen, stoofperen hoort in de winter absoluut op de kaart. Abonneer of volg Van Gelder via social media en mis geen enkele video.